Schouderklachten moet je splitsen. Je hebt heel veel schouderproblemen die ontstaan na je 40ste levensjaar. En dat is niet zozeer een slijtage van het gewricht, maar een soort degeneratie van het schouderkapsel met daaraan vastzittend de pezen waarmee je arm beweegt. He, dus dat zijn mensen die kunnen niet op hun schouder liggen, die krijgen problemen met aankleden, die kunnen op een gegeven moment niet meer bovenhands een tennisbal wegslaan. En het was nog niet zo lang geleden een van de grote veroorzakers van ziekteverzuim. Ja. Maar dat is een peesprobleem. Pure slijtage van de schouder komt ook best vaak voor, maar omdat je niet op je handen loopt, duurt het lang voordat je er echt serieus grote operaties voor moet doen. Maar wij doen in toenemende mate schouderprotheses, ja, schoudervervangingen. Veel vaker heb je natuurlijk die peesproblemen in de schouder. En dat is echt een probleem. En dat is een degeneratie. Je wordt ouder en dan gaan alle pezen, of het nou je pezen in je schouder zijn, of je achillespees, of je tennisarm, of je golfers elbow, noem maar op. Het komt allemaal naar je 40ste en het is een vorm van degeneratie. De kwaliteit van de pees neemt af. En dat komt heel veel voor.